Aan de Grote Haarse Kade in Gorkum is vannacht een huis in vlammen opgegaan. De brand kon zich snel uitbreiden doordat het pand een rieten dak heeft. Er zijn geen gewonden gevallen. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. Bij een aanrijding aan de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag een 60-jarige man uit Ridderkerk om het leven gekomen. Hij werd op zijn scooter door een bestelbus aangereden. De 39-jarige bestuurder is aangehouden en verhoord. Hij had geen alcohol op. De Rotterdamse haven heeft in oktober een overslagrecord gedraaid. In totaal werd er ruim 38 miljoen ton aan goederen verwerkt. Dat is meer dan ooit in één maand. Het vorige record was in mei 2008. Het havenbedrijf verwacht voor dit jaar een totale overslagstijging van 1-2%. De haven krabbelt zo langzaam weer op na het crisisjaar 2009. In Sliedrecht heeft burgemeester Bouvet afscheid genomen. Hij gaat met vervroegd pensioen nadat hij eerder dit jaar in opspraak was geraakt. Hij zou een greep in de kas van het Baggerfestival hebben gedaan. Dat bleek niet waar, maar wel was de relatie met het college ernstig verstoord. Bouvet besloot erop nu al te vertrekken en niet pas op 1 april. De dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kans op wat meer opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 10 graden.